Salam Paul Somaharjo is 80 jaar oud geworden en hij is er dan vereeuwigd in een boek welke is neergepend door professor Yabini. De overhandiging van het eerste exemplaar die vond er hedenmiddag plaats bij PL Centrum te Beekhuizen, waar dan professor Yabini, dat boek kostte 300 SRD, voor anderen die er allemaal geïnteresseerd zijn. Het eerste exemplaar werd dan overhandigd aan de jarige PL-voorzitter Paul Somaharjo. Wij voeren nu naar dat moment waar voorafgaand aan de overhandiging van het eerste exemplaar wij dan ook de speeches hebben gehad. De vraag is, wat wil je erin? En wat wil je niet erin vermelden? Wat willen de mensen horen? En wat wil je niet dat de mensen horen? Bij het schrijven van dit boek heb ik het gedaan zoals wij het noemen als een ghostwriter. Met andere woorden, als Somaharjo zelf. Als voorzitter Somaharjo zelf. En het is daarom een autobiografie. Ik heb geprobeerd in de afgelopen periode naar het leven te kijken als meneer Somaharjo, te gaan denken als meneer Somaharjo en kijken wat meneer Somaharjo zelf zou willen dat de samenleving van hem meeneemt en hoe hij wil dat de samenleving naar hem zou kijken. Natuurlijk uiteindelijk de eindkeuze, daar ben ik verantwoordelijk voor. Er is veel onderzoek geweest. We hebben het afgelopen jaar heel veel tijd doorgebracht met interviews, gesprekken. Maar ik heb praktisch elke krant doorgenomen vanaf de jaren 60. Om te kijken waar er wat iets is gezegd over Somaharjo. Dus er is sprake van een gedegen onderzoek. Maar ik heb er ook voor gekozen om een leesbaar boek te schrijven. Ik kan een boek schrijven met heel veel voetnoten. En dat blijft het ergens in een magazijn. En mensen lezen het niet, maar dat willen we niet. Dat willen we niet. Een autobiografie moet te lezen zijn. Mensen moeten het pakken en lezen en er een boodschap uit halen. Het is een boek van een Surinaamse politicus. Ik zal u straks laten zien. Strijder en sociaal mens. Drie thema's die steeds terugkomen. Politicus, dat weten we allemaal. Nog steeds de oudste dienende politicus. Maar ook een strijder. Er zijn delen uit het leven van meneer Somaharjo die bij ons niet bekend zijn. Hoe voelt dit moment aan, 80 jaar? Nou, geweldig. Kijk, het is zegeningen moet je tellen. En 80 jaar zegeningen, dat ben de almachtig zeer erkendelijk. Ja, dat ik niet oud voel. Maar ik heb begrepen dus dat ik nu meer dan ooit bewust is dat ik in blessure tijd speel. Ja. Waarvoor bent u vooral dankbaar? Ik ben dankbaar dat de Almachtige mij de kracht geeft. Ja, om ten eerste voor mijn kinderen goed te zorgen. Ten tweede dankbaar dat ik langs vallen en opstaan toch gezond blijf. Ja. En ten derde is dat de Almachtige mij blijft beschermen. En in die 80 jaren, heer Somaharjo, zegt u dat u toch iets graag had willen doen, maar dat u niet is gelukt? Ja, mijn doel is, ik heb bijna zo goed als alles bereikt. Parlement, parlementvoorzitter, minister, zelf waarnemend vicepresident, zelf bevelhebber. Wat mij nog niet lukt is de eenheid onder mijn volk, de Jowo, te bewerkstelligen. Het was bijna gelukt. Maar de politici staan zijn heel slim. Ja, maar ik zie dat weer komen. Is het bijna gelukt? Waarom is het niet helemaal gelukt? Wat heeft daaraan gelegen? Het is in 2010 is gelukt, weet allemaal. Maar kapitaal, dus we hebben niet te maken met kapitaal. Het is een strijd tegen het kapitaal. En dan moeten wij een model vinden om het kapitaal te weerhouden. Ja. Ja. Als men ooit moet terugdenken aan de heer Somaharjo, wat hoopt u dat mensen vooral moet gaan inspireren als ze aan u denken? Dat een mens, human zijn, sociaal gevoel hebben. Ja, en zich
als eenvoudig mens te bewegen. Ja. Je moet je gedragen als het instrument van de Almachtige. Je moet sociaal gevoeld zijn. Het volk dienen, ja, als zodanig. Ja, dienaar zijn het volk. Ja. En op politiek gebied, heer Somaharjom, wat zegt u dat u toch wel hebt kunnen betekenen of hoopt hebt gehoopt hebt te kunnen betekenen voor Suriname? Nou, ik heb in mijn politieke leven veel, veel gedaan. Dat is in dat boek geschreven. Ja, het is belangrijk. Ik was parlementsvoorzitter, was minister. Ja, was in het verzet. Ja. Maar ik ben blij dus dat de Almachtige mij nog de kans geeft. Ja, in mijn blessede tijd om die goal te maken, de goal van de eenheid van mijn volk. U hebt het meermaals gezegd dat wanneer u 80 zou worden, we andere zaken zouden zien van meneer Somaharjo, meer op het gebied van geloof en ook meer sociaal. Gaat u dat nog doen of zegt u dat de politiek u nog blijft aantrekken? Inderdaad zeg, de politiek blijft ja, interessant zijn, maar ik heb geen ambitie meer om bepaalde posten te vervullen. Mijn ambitie is nog de laatste misschien, de eenheid van mijn volk te bewerkstelligen. Ja. Ja. En als u zegt, heer Somaharjo, in die 80 jaren ook, wat ziet u toch wel als de gemiste kansen voor Suriname? Ja, de gemiste kansen voor Suriname zijn, ja, omdat wij strijden het kapitaal. Het kapitaal is een factor die zich bijna in alle politieke partijen inburgeren. En daar moeten wij oppassen. En de komende strijd, mag ik u vertellen, dat we gaan strijden tegen het kapitaal. Maar daar ga ik niet te veel in gaan. Ik ga zaterdag misschien met de wil van de Almachtige hierop ingaan. Hoe ziet u deze verkiezingen? Nou, ik zie het. Mensen zijn teruggekomen. Mensen hebben spijt van. Mensen hebben gezegd, maar voor niemand al ben ik weggegaan. Ja, maar ik heb begrip voor. En u weet, ik ben vergevensgezind. Iedereen is wel welkom. Ja, in de grote, elastische familie van Pachiaroer. En een wijziging van de kiesstelsel? Wij zijn altijd voorstander. Het volk zal bepalen. Ik had graag gewild dat een referendum komt, dat het volk bepalen. Want ik ben bang dat dus een systeem dat misschien niet voldoet aan bepaalde groepen, dat ze weer naar de constitutionele hof gaan, dan blijven we aan de gang. Er moet nu een iets komen waarbij elk volk, elk een tevreden mogen zijn. En in die 80 jaar, heer Somaharjo, is er iets waar u spijt van hebt? Helemaal. Ik ben bijzonder dankbaar en gelukkig. Ja. En ja, laten we toch afwachten wat in deze blessede tijd ik nog kan maken. Wat hoopt u dat de jongeren vooral van u kunnen leren? Jongeren kunnen veel van me leren. Rechtvaardig, oprecht zijn, ja, en sociaal. Ja. U zegt een deel van dat boek wilt u nog niet graag prijsgeven, dat is wat u in de familie hebt afgesproken. Ja, u wilt ook geen tipje van de sluier lichten waarop wat nog niet naar buiten mag? En het is beter. Dus, want ik heb mijn familie, mijn vrienden tegen wel luister. Ik wil niemand bedoeling aan het kwetsen. Maar laten we het, laat me het goed afronden. Laat me de gelegenheid krijgen om die goal te maken, die goal van de eenheid van mijn volk. Ja, dat kan. En u bent tevreden met dit resultaat? Heel tevreden. Professor, jij hebt professioneel ja, dat boek geschreven. En ik hoop dat die anderen ook komen.